het komt gewoon op mijn pad eigenlijk. Ik hoef daar heel weinig moeite voor te doen. Ik sta in het, op een bepaalde manier in het leven en dan lees ik iets en dan kom ik eigenlijk van het een in het ander. Breda nu. Op het landgoed Bouvigne is een beeldenexpositie te zien van kunstenaars Simon Woudwijk en Ludovicus van Einatte. Er is voor deze expositie gebruik gemaakt van diverse technieken. De kunstwerken staan verspreid over de tuinen van het kasteel. Hoe zijn je op deze locatie gekomen van deze expositie? Nou, dat is eigenlijk een idee van vriend en collega Ludovicus van Einatte, die hier samen met mij exposeert. Die heeft, ik zou het moeten vragen, maar een jaar of 10-12 geleden al eens eerder geëxposeerd hier. En die sprak vol lof over de ruimte en de tuin en alles. En dat onze beelden daar geweldig zouden staan. En vanaf dat moment is het eigenlijk begonnen. Contact opgenomen met het waterschap. En die stonden ook wel open voor dat idee om de tuin open te stellen voor wat anders als bloemen en planten. En wat meer kunst erin rond een speciale thema, zeg maar. Waarom gaat de expositie eigenlijk over wielen? Wielen is een van de thema's. Ik werk in natuursteen, dus dat zijn veel cirkels. En het wiel, de eeuwige kringloop, het alsmaar draaiende, het in beweging zettende. Men stapt nooit tweemaal in dezelfde rivier. Dus panterij, alles stroomt. Niks is hetzelfde. Ieder moment is een gegeven. Dat is kort gezegd waar regelmatig het wiel en de cirkel terugkomt. Ofwel de kringloop. Waar haal je de inspiratie van je kunstwerken vandaan? Ik lees veel. En het komt gewoon op mijn pad eigenlijk. Ik hoef daar heel weinig moeite voor te doen. Ik sta op een bepaalde manier in het leven en dan lees ik iets en dan kom ik eigenlijk van het een in het ander. Dus het is heel moeilijk om antwoord op te geven. Mensen denken van nou, heilige inspiratie. Je krijgt een soort blikseminslag van boven en dan gebeurt het allemaal. Nou, het is voor mij, ik ben gewoon aan het werk. Je bent met een serie bezig en dan, ja, nu vooral op thematiek is wielen, die staan alweer voor de tijd. En dan, ja, letterlijk, je hebt ook tijd nodig om de beelden te maken. En dan komt de uiting eigenlijk bij de vorm die het krijgt. En dan kom je, heel simpel, je hebt er een keer één in het zwart gemaakt en denk je van, goh, hoe zou het in het blauw zijn? Nou, dan ga je aan de volgende week en die wordt blauw en dan een keer geel. En in mijn geval dan ook in andere technieken met fotografie erbij of schilderwerk. Ja, dat loopt eigenlijk continu door. In totaal staan er 21 werken, verspreid over de tuin. Dus we hebben echt een beeldenroute gemaakt. En van daaruit hebben wij naar plekken gekeken die dan, waar het beeld tot zijn recht komt, omdat de ruimte om het beeld even bepalend is als het werk zelf. De expositie is nog te zien tot en met 27 september. En de tuinen zijn geopend op werkdagen van 9 tot 4 uur. Breda nu.